onderzoek blijkt dat nog steeds veel jongeren niet weten hoe ze geïnfecteerd kunnen raken met HIV. En dus waarom condooms zo belangrijk zijn. Daarom heeft Stop AIDS Now de meest uiteenlopende manieren gevonden om jongeren voor te lichten. Door middel van poppenspelen bijvoorbeeld. Of door middel van voorlichting op school. What do you think? Can we have sex now? Yes, yes we can. Maar ook op de radio wordt er volop aandacht aan besteed. It's 101.9 Metro FM, your ultimate experience, and I'm your boy Chris. We're talking about issues that affect you and me and every single individual around you. And in studio, I have none other than Nicoletta. Hey, Nicoletta. Hello. What's up? In Kenya, we say Karibu sana. Karibu sana. And then you say Asante. Asante sana. Today we're talking about one big issue: specific sugar one. Mommy and sugar daddies. Yeah. Why do you think it's a big problem in Kenya? I think there's not enough education for the young people here, that they're not aware of the problems or that you can have when you have sex, for example. Uh-huh. So what you're saying is guys don't have the information, guys are not well informed here. That's why they have serious issues, right? Oh jongens, wat was dat te gek zeg, en hoe professioneel. En we hebben 2 miljoen mensen mogen bereiken. Nou, mijn dag is geslaagd. Maar ik bezocht ook andere projecten die Stop AIDS Now financiert. Ik ben onderweg naar Mizuka, een project van Stop AIDS Now wat jonge jongens van de straat af probeert te houden. Mizuka organiseert activiteiten voor probleemjongeren. Ze krijgen voorlichting en leren hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Denk aan links binnen, over die flanken.